En het is dan misschien niet de perfecte move, maar hij heeft het wel op een andere manier uitgebracht, waardoor het dus ook heel mooi is. Ze weten nooit mijn naam. Ze weten nooit dat ik besta. Nee, dat is niet waar. Ze vinden je prachtig, echt waar. Maar eigenlijk was het een beetje een stand gekomen met Rob, van Rob Melien. Die heeft me geholpen met de act. En die heeft een beetje nagedacht van ja, hoe kunnen we nou een leuke act maken? En toen kwam eigenlijk het vingerpoppetje idee. En toen ook het idee dat ik dan ook het vingerpoppetje zou zijn die heel erg verdrietig zou zijn. Ik ben gestart met goochelen toen ik ongeveer 8-9 was. Dat was eigenlijk door mijn broer Jeffrey. Die deed heel veel goochelen in zijn kamer. En dat stond de hele tijd op zijn kiertje. En toen was ik best wel heel erg nieuwsgierig wat hij aan het doen was. En toen zei ik tegen hem van ja, hoe kan je nou eigenlijk goochelen? En toen heeft hij een paar dingen geleerd. En zodoende ben ik eigenlijk terechtgekomen in de goochelwereld. Het is ook mijn grootste voorbeeld, dus die heeft altijd heel veel dingen geleerd en ook mij in de goochelwereld gebracht. Ik hoop heel graag een keer de G-klasse op de kaart te zetten. Want ik ben de eerste in de G-klasse die het doet. Maar ik hoop ook dat de G-klasse in Europa of zelfs in de wereld meer wordt uitgebracht. En ook in Nederland, om te laten zien, ondanks dat je een beperking hebt, dat je gewoon op het podium kunt staan. En als jij meedoet met manipulatie, dan doe je toch een andere beweging. Wat je eigenlijk niet weet, omdat jij door je autisme of een ander iets, als jij bijvoorbeeld een geestelijke of een lichamelijke beperking hebt, ja, dan heb je soms bewegingen of je mist een hand, ja, dan wordt het heel snel afgestudeerd van oh, hij kan die techniek niet goed of hij heeft hem niet goed uitgevoerd, en dan wordt dat gestudeerd op manipulaties of van ja, windfout. En als je bij een G-klasse zit, dan wordt er ook gewoon gestudeerd van ja, hij kan niet anders dan dat, dus hij doet het op die manier en het is dan misschien niet de perfecte move. Maar hij heeft het wel op een andere manier uitgebracht, waardoor het dus ook heel mooi is.